André Hazes en Rachel Hazes, moeder en zoon, zijn verwikkeld in een bizarre ruzie. Het is inmiddels wel bekend dat Rachel alles doet om een beetje geld te verdienen aan haar achternaam. Vrijwel iedere vriend die ze ooit gehad heeft moet het bekopen met een rechtszaak of een andere ruzie. Noem je haar een gekremeerde kroket, dan sleept ze je voor de rechter. Gebruik je je eigen naam als zanger die ze als moeder aan je heeft gegeven, dan sommeert ze je. André heeft nu eenmaal André en zijn achternaam is nu eenmaal Hazes. Zijn ouders hebben hem die naam gegeven en daar kan hij weinig aan veranderen. André draagt die naam met trots en heeft zijn leven de afgelopen jaren gebeterd. Hij is dan ook weer druk bezig om zijn zangcarrière naar een hoger niveau te tillen en dat lijkt hem aardig te lukken. Zijn moeder wil echter dat hij zijn eigen naam niet meer als artiestenaam gebruikt. Heel BNR land vindt de eis van Ragel bizar, zeker omdat ze zijn moeder is. De rest van Nederland is ook flink klaar met Ragel. Echter is Ragel de baas van Holland Zingt Hazes, veel openlijke steun van mede-artiesten krijgt André dus niet. Die artiesten zijn namelijk bang dat ze dan geen plekje meer krijgen in Holland Zingt Hazes wat een lucratief baantje kan zijn voor een zanger of zangeres. Aaron Bade denkt echter dat André niet meer op dat concert wil optreden van zijn moeder, logisch. Toch is er een contract ondertekend waardoor hij er niet meer onderuit kan. Aaron vermoedt echter dat er nu een uitweg is, er zijn contracten ondertekend en de vraag is natuurlijk: kun je daar onderuit en onder welke voorwaarden? Als je je eigen naam niet mag gebruiken, is dat een legitieme reden om te zeggen: dan trek ik me terug.